haar vliegtuigen voor het eerst aan boord. Het weer is niet zo best, een lage bewolking en slecht zicht. Maar haar vliegtuigen opgestegen van hun kustbasis hebben haar gevonden. Het is een ongewone situatie. Koopvaardij en marine luchtvaartdienst die op hetzelfde schip samenwerken. We zien hier nog een ongewone toestand. Namelijk een gezagvoerder der koopvaardij die het commando heeft over een marineeenheid. Hier komt het eerste vliegtuig. Lager, 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 lager. Nee, mis gaat het. Te veel naar bakboord. Doorvliegen maar en overdoen. Het is niet makkelijk om op een schip van deze grootte te landen. Voor een landing is de beschikbare lengte van het vliegdek iets meer dan 120 meter. Nu hebben deze Swordfish vliegtuigen een landingssnelheid van ongeveer 60 mijl per uur. Dus als het schip tegen een flinke wind instoomt, kan de relatieve snelheid van het vliegtuig ten opzichte van het schip niet meer dan een 20 mijl zijn. Maar zelfs dan moet u zich toch maar eens voorstellen hierop te moeten landen, bij een zware deining midden in de Atlantische Oceaan. Hier is de deklandingcontroleofficier bezig, Betts genaamd, om begrijpelijke redenen. Ook deze landing is nog niet zo geslaagd, dus we proberen het nog eens. De officier vliegdienst roept door zijn microfoon, dek ontruimen, en dan gaat het vliegtuig er vandoor. Laten we nu eens zien wat een ander ervan terecht brengt. Daar komt er net een aan. En een goede landing ook. Ze wordt zo snel mogelijk naar voren gereden om ruimte te maken voor de volgende. Veilig om te landen, zegt het signaal. Deze oefeningen duren soms meer dan 2 weken. Net zo lang totdat iedereen grondig zijn taak kent. Er is geen ruimte beneden deks voor een hangar op dit type schip. De vliegtuigen moeten dus steeds aan dek blijven. Dus na het vliegen worden ze op het dek vastgeschort.